weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ook weer een slijmvideo. Vandaag hebben we de eerste slijmvideo wat we slijm gaan maken, snap je hem? Hey, niet grappig. En ik heb hier alvast een voorbeeldje wat we een beetje gaan maken. Dit. Ja. Dus let's go. Het eerste wat we erin gaan toevoegen is deze lijn van de action. Ja. En dat gaan we als eerste. Hij heeft twee kanten, een grote en een kleine. En wij gaan de grote, want dan komt er. En je hoeft echt maar een best wel klein beetje. We hebben dit bakje. Ja, want als je een ander bakje gaat doen, dan. Ja. Dan kan ik een beetje vies worden. En hier zit een kleinere ruimte, dus dan gaat niet het slijm overal naartoe. Oh, er komt haast echt niks bij mij uit. Moeten we hem openknippen? Want het lukt niet. Dan kan je die nieuwe. Nee. Nee, nog niet. Nee. Nee. Okay. Bij jou komt er echt best wel veel uit. Ja. Maar oké. Je komt er weer hier uit. Ik moet bij mij echt even wat lijm eruit. Kan jij bij mij eruit doen? Want jij bent sterker. Want mijn pijn doet nu al pijn. En we gebruiken. Hallo, weet je hoe makkelijk dit is? Heel veel eruit. Alles doe maar. Nee, bijna alles. Oh, kijk dan. Shit. Ja, bij mij is het een beetje onhandig. Want kijk. Wacht, doe daar even de dop op. Oké, en welke scheerschuim... Kan je welke... deze voor me opmaken, het plaatje? Zo. Ah! Hopelijk zit er geen kleurstof straks aan mij. Deze lijn is moet je even met een schaarpuntje doen. Pak even de schaar, JD, alsjeblieft. Pak jij gelijk de schaar? Dan kan je hem ook voor dit gebruiken. Pak even de schaar. Nee, ja, kan je nee. De schaar? Nee, kijk, hier schaar en dan dat puntje van de schaar hierin. Dan is die open. Ja. Oké, okay, homa hoor, dit is wel genoeg, denk ik. Okay, ja. Oké, okay, en we gebruiken deze scheergel van de Action. Ja. Dit is van Firium. Niet de Gillette, want die is echt best wel duur ja, ook. En ja, voor slijm misschien mislukt het. Dan heb je niet voor ja. Niks. Een dure ding gekocht, dus dat is zonde. En welke, wij gaan ook kleurstof gebruiken. Wij gebruiken ja? Deze groene, want we gaan mint groene maken. Ga jij maar eerst. Ik doe gewoon een klein beetje. Oh, Shano! Sst! Ja, ho. Dit is wel genoeg. Ongeveer zo... Ja, ongeveer zoveel. Zoveel? Doe nou niet zo grappig, ik ben niet grappig. Zoveel. En we gebruiken een roerstokje, gewoon een ja. IJsstokje. Oh, ja, zo'n ijsding. Veel heb ik genoeg. En ik weet het, zit allemaal slijm hier. Je kan ook de kidslijm, de kinderlijm gebruiken. Ja, maar ja. Oké, okay, en hoe het er dan uit gaat zien is zo. Kijken. Ja, dit is dezelfde kleur. Een beetje smerig. Achter. Heel vies. En nou, als je dit erbij doet, wordt het minder groen. Dus. Scheergel. Ik doe ongeveer zoveel. Even iets minder. Misschien werkt het niet. Oh, het wordt al een beetje mintgroen. Yeah, baby. Woehoe. Oh, het wordt echt mooi. Oké, de mijne wordt echt al zo'n kleurtje. Bijna dezelfde kleur. Je kan ook wat iets meer groen toevoegen als je hem te licht vindt. Ik ga iets meer groen bij doen. Waar is de groene kleur? Ik vind hem perfect, kijk dan. Hallo, waar is die? Oh. Ik doe er nog iets meer bij. De mijne is perfect. Kijk dan. Ja, beetje. Ja, nee. En ik moet hier aan moeten wij denken aan losprijzen. Wat fuck? Ja, en dan. Ja. Misschien weet niemand wat losprijzen nee. Zijn, maar. Iedereen weet wat losprijs zijn. Volgens mij. De meeste mensen kennen het. De meeste mensen wel hoor. Want... Ik doe een beetje meer erbij. Je weet het dan niet. Oké, okay, ik moet er iets meer bij doen, denk ik. Of niet? Het wordt donker. Nee, we houden het even zo. Ja, we hebben dezelfde kleur trouwens. Maar nu ga ik een lensvloeistof bij doen. Ik ook. En deze is trouwens ook van de Action. Dit is lensvloeistof, gewoon normale all-in-one. Dus... Ja, dat maakt niet ongeveer uit. Een paar druppeltjes erin. Ja, maar die lensvloeistof hebben ze maar alleen bij de Action. Ze hebben geen andere, dus ja. Ook deze vinden wij wel de beste, dus. Maar ze hebben geen andere. Deze is blauw. Oh, er zit blauw in je bakje. Weet ik, maar dat komt niet. En in je slijm. Oké, bij ons wordt het al wat, maar dit is niet wat we precies Hallo. Willen, dus... We komen terug als het best wel goed is gelukt. Zo zacht. Oké,
Het lukt. Kijk dan, het is best wel goed gelukt. Ja, de mijne nog niet echt, want de mijne plakt heel erg. Echt. Deze video gaat best wel lang duren, want slijm maken duurt ook best wel lang, dus daarom. Ja, dus schrik niet als deze video gewoon 20 minuten duurt of zo. Ja, dan kan je ook gewoon doorspoelen als jullie willen. Sorry voor de tafel. Girl. Ja, hij is een beetje... Oh, de mijne wordt al heel goed hier. Nee, maar die moet je even laten liggen, Luciana. Mijn stokje is gebroken. Ja, pak dan een ander stokje. We hebben toch heel veel stokjes. Ja, dus. Moet je kijken. Dit is veel meer stokjes dan dit ook gewoon. Ja, we hebben heel veel meer. Dus we kunnen heel vaak slijm maken. Dat we niet gaan doen, maar maakt niet uit. Ik ga heel veel mint groen maken, zodat we kunnen mixen. Oh my god. Het is nog niet echt gelukt. Ik doe nog een beetje deze. Maar ik doe er iets meer laserloeistof bij, want dan plakt het minder. Hij heeft gewoon al heel wat kubusjes er bijna bij gedaan. Oh my god. Voor de mensen die het nog niet wisten, en het is een super mooie mintkleur. Mintgroen. Ja, en wij houden best wel veel van mintgroen. Ja, ik vind dat mintgroen zo mooi. Ik hou niet van groen. Maar dus dit is niet eens... Ja, het is wel groen. Ja, maar nu iets meer scheurs gaan. Ik hou niet van groen, maar deze groen? Aha, girl. Aha, girl. Deze groen vind ik wel echt mooi. Nu gewoon te weinig scheurs gaan. Kijk maar. Ja, ik niet. Ik heb een veel meer... Ik heb iets meer. Let's go zo. Nee. Ik heb mijn handen vast. Plakken. Helmo, yeah. Oké, jongens, kijk dan naar mijn zingliedje. Oké. Mama, kom eens kijken. Oké. Woe. Het lijken hersenen, maar dan in het groen. Echt super eng. Ik heb slijm. Oh, nee, toch niet. De mijne ook niet. Kijk, daar staat hij. Mijn... Die staat een beetje... Het geeft nog geen geluid, zeg maar, zo. Maar dan denk ik gewoon wat te weinig scheerschijn, want ik deed er wat scheerschijn bij en toen was die wat beter. Ja. Maar, even alles aan. Kijk deze kleur. Oh, mijn nek doet pijn. Ja. Mijn nek doet pijn. Ja. Heel hard pijn naar het groeien. Eeuw, de mijne, pijn aan het groeien. Zit overal aan mijn nagel, zo. En misschien gaan we straks boven ook nog video's maken, maar dat weten we nog niet zeker. Eerst even hier een ja. Oké, we gaan misschien zo meteen weer terugkomen. Oké, ik ga weer opnieuw maken, want ik ben al klaar met mijn slijm. Ja. Dit is mijn nieuwe, toch? Of mijn oude? Even lensvloeistof erbij doen. Waar is mijn nieuwe lijm? Oh, daar. Thanks. Ik kan er gewoon dit nog opmaken, maar ik moet ook nog niet opnieuw. Oh, er zit groen aan. Ja, we hebben trouwens twee van die pompdingetjes. Dus ik vind het helemaal best. Maar deze zit nog voor de helft vol bijna. Voor een kwartje. Dus ik heb nog genoeg lijm. Ik ben hem al aan het knippen. Maar is ze er nou? Ja. Ik doe gewoon alles van dit. We gaan zo even naar de winkels. Ja. Kijk dan. Oh. Maar het is ook een hele mooie mint. Oké, ik heb al mijn lijm nu opgemaakt. Dus ja. Oké, ik ga weer opnieuw mintgroen maken. Weer die... Oké, we doen heel even de video op pauze. Wachten. Oké, ik heb mijn tweede slijm al bijna af. Oké, we zijn nu weer verder. En zo ziet de mijne eruit. Mijne ziet er... zo uit. Mijn is echt heel groot geworden. Ik heb echt een klein beetje gebruikt. En dan wordt hij echt... Er zit een vogel. Waar? Ik ben bang voor duiven. Maar die duif is lelijk. Oké, we gaan doe hem even weer op pauze zetten, want ik heb een hele vieze handen. Jij niet. Oké, dit is mijn derde slijm. En ik heb al best wel je grote. Tweede. Derde. Ja, derde. 1, 2. En dan, dit zijn mijn twee slijms gemixt. En ik ga een hele grote mint groene maken. En dit is al mijn derde. Dus
Ja, ik heb mijn nieuwe potje al gebruikt. Ik kan denk ik hiervan nog 2 slijms maken. En dan ben ik denk ik klaar. Dus ja. Dus we zijn bijna klaar. En dan gaan we zo meteen onze eindresultaat laten zien. Yep. Oké, okay, dit is mijn 4e slijm. En ik heb best wel een grote slijm al. Wacht. Ik laat hem even zien. Wacht, ik laat gewoon het stokje erin zitten. Dit is mijn. En ik dacht om hem oranje te maken. Maar toen deed ik er scheerjel bij. En toen werd het ineens weer mintgroen. Dus ik denk dat ik het gewoon bij mintgroen hou. Jij ook? Ja. Maar ik heb niet zulke grote bakken. Dus ik moet thuis even gewoon een bakje uitkiezen die echt gewoon groot is. Dus we gaan dit nu even afmaken. En dan laten we het echt het hele eindresultaat zien. Dus we gaan niet steeds zeggen mijn 5e slijm en zo. Dus ja. Nu heb ik een beetje blauw achter. Moet ik dit bij? Hij is al bijna klaar. Moet ik dit bij? Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef een duimpje omhoog en abonneer op Michelle's kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later.